Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Alles Games. Vandaag gaan we verder met ons avontuur hier op Alles Games met The Walking Dead Mission, episode nummer 3, deel 2. Als je het vorige deel niet hebt gezien van deze nieuwe episode van The Walking Dead, check hem dan zeker eventjes op Alles Games. Kan je checken. Is een leuke video, want ik heb zelfs een parodie, ja! Met geurkaars gemaakt. Oh my god, het is echt waar, het is echt waar. Check het eventjes. En daarna kom ik hierheen, want dit is deel 2 van. Dus hier gaan we verder met de mensen die het wel hebben gezien. Dus jongens, 3, 2, 1, go. Here we go. Hier eindigen we de vorige keer. We moesten spullen gaan verzamelen. Oh god, weer die kinderen. Ga weg. We zien hier onze kinderen voor ons. Oh god, maar dat is dat andere kind. Potverdubbels. We moeten spullen gaan doen in de duffelbag, in zo'n grote tas. Want daar gaan we dan, die nemen we dan mee als we gaan vluchten voor de dinges. Hey. Okay. Hey James. Hey, rustig aan. Ik ben het maar. I was just wanted to know what it felt like. I wasn't gonna shoot it. Careful. You don't want to shoot yourself. Nee, rustig aan. Hè, rustig aan met dat ding en ook mij niet doodschieten. Dan heb je het echt gedaan hoor, jeetje. Oké, zo. Nou, die moeten we dus vullen met spullen. Moet ik dat zelf gaan noemen? Dan... Oh my god. Empty. Oh. Is die nog vol, die jij hebt, meneertje? Hij kijkt nu hoe ik het dat doe. Dat is niet zo slim. Can I help? Nee. I wanna do something. I don't know if that's such a good idea. Nee, doe maar niet. Oké. Okay. Misschien is dat niet slim. Want misschien ooit moet hij gaan schieten, maar ik doe het nu voor zijn veiligheid. Just die like that. Greg and Dad. Oh. I thought we were safe here. What am I supposed to do? Just keep your head down. Stay safe. I'm not gewoon afraid. Nu I didn't say zo. You were. Sometimes the brave thing is not to fight. The guy who did it killed my dad. He's gotta. I mean, the things he said, the way he was laughing about dad. Randall is dead, James. I killed him. So, straight to the point. I heard you guys talking. There's more people coming to the house. Yep. Sam's hurt. If she... They can't hurt her too. Your sister will be with me. I'll make sure she's safe. Maar komt helemaal goed met Sam. Here. Met Sam. Sam. Vertrouw me maar. I'm ready. You know, to have one. Don't forget what I told you. Rustig aan, stay safe. Keep out of sight. Ja. Norma's on her way. Things could go wrong in a hurry. Oh, dat kan zo snel gaan, hè. Oh mijn god, dus de beslissingen die ik nu maak zijn echt zo belangrijk. Want het alles heeft ermee te maken. Want als ik nu zeg van geef dit wapen aan Sam, dat stond er ook, dan deed hij dat. En oh god, schrik me helemaal de ballen van die kinderen. Janie, Rich, what's all up? Wat? Cooperating. What he wants to do? Yeah, we don't have time for this. Get him moving. Oh god. Uh-oh, no, 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 I'm going upstairs. Make sure Sam and Paige are armed. Oké, ik breng ze nu even wat. God, even een beddens rondje. Even zo, Die hebben we echt gemist, hè, oh my god. Oké, even kijken, zo. Use. Ik moet ze eerst even dat wapen geven. Look at gas tank. Ik ga eerst even naar buiten. Ik ga ze eerst even dat geven. Approach Sam. Weet je, ik geef dat wapen gewoon even, joh. Hey. Hi. You should talk to James. I ran into James inside. Should really go talk. Maar ik wilde hem een wapen geven. I know nothing I say is gonna make it any better. Oh. Paige thinks we're not safe here. Now we need to move on. But she's trying to convince you to leave too. She's wanted out of here for a while.
Guess she's found her chance. You should try talking to Paige. Come on. Are you really ready to let her walk away? If you care about each other. Then she should understand why I need to stay. Waarom moet je blijven, gast? So much of this place is my dad. Ja, maar hij is nu in een goede wereld. He worked his way up from nothing. Took a job. Hier hebben we geen tijd voor, hè, voor die gesprekken. Ik moet opschieten. Like, hurry up. He bought this house. It was proof that he'd made a better life for us. We grew up here. Maybe I'm crazy. Jongens, ze zijn onderweg. I can't let that all be for nothing. Ik moet door. He was so proud of mondje dicht. This place kept us safe. We were happy here. Het is alleen een house, Sam. Just wood and brick. The people inside, Paige and your brothers, they're who you need to protect. That's what I'm trying to do. Ja, maar niet het huis. Out there. I can't protect them. I couldn't with Greg. This is the best chance they've got. Oh my god, stom mens. You found the bike. Ja, yeah, ik... here. Yes, okay. Hup. Okay. I should get back to work. Ja, goed zo. Okay. Paige, waar ben je? Ik moet je een wapen geven, hè? Okay. Hey, Randall. Hou eens op met dat heg, hè? Look at the gas tank. Kan ik daar wat mee? Really empty. Oh. Kan ik hier nog wat pakken? Welding torch. This must be how they reinforce the gate. Hope it keeps Norma out. Right behind you. Uh-oh. Oh girl, ze komen. Ze hadden weer gewalkie-talkie. Gewalkie-talkie. Ik neem gewoon een bord mee. Ik neem een bord mee. Ik smijt dat bord gewoon in het hoofd van die Norma. En ik smijt met dat ding. Zoals een frisbee. Ik weet niet hoe ik dan smijt, maar ik weet niet wat ik zeg, joh. Soms weet ik niet wat je zegt in het leven. En dat is nu zo'n moment voor mij. Wat is hier? Paspoort. Ik heb geen tijd om naar een paspoort te kijken. Ik heb er geen tijd voor. Ik zoek dingen. Ik zoek stuffs. Ik zoek gewoon spullen om in mijn tas te doen. Look at kids drawing. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb... Open cabinet. Hier, hup. Open dat ding. Not much left. If we get pinned down, we won't last more than a few days on this stuff. Waarom pak je het niet, meid? Je moet toch wat vreten? Hé, je moet wat eten. Oké, zo. Oké, ik ga denk maar naar boven. Of we kijken wel eerst hier even voordat we naar boven gaan. Hier kunnen we ook gewoon nog even kijken. Iron poker. Not gonna be able to look at that the same way again. Ja, oké, omdat ik ermee heb gepoord in iemand. Lekker dan. Kids pictures? Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon wapens. Wapendingen en shit. Kan ik nog hierheen? Nee, kunnen we hier alleen kijken naar de booty van mevrouw? Oké. Dit is family picture. Nee, ook niet nodig. Weet je, ik ga nu alleen even voor wat we echt nodig hebben, ga ik nu dingen doen. Dus nu moet ik naar boven. Oh my god, maar daar ben ik zenuwachtig voor, want ik denk dat ze dan komen. Dan pis ik echt in mijn broek. Dan zit ik echt hier echt te zeiken, jongens. Oh god, waar doe ik het in? Ik denk in mijn in mijn glas. Gadverdamme, Roy. Doe eens niet zo gek. Okay. Zo. Is dat music? Ik hoor ook muziek. Oh, gadverdamme. Ik schrok me de ballen. Oh, dat zijn die kinderen weer. We zijn weer bij de kinderen. We gaan rennen naar onze kinderen, jongens. Run. Run. Oh, ze gaan steeds verder. Oh, oh. Nee, nee. De kinderen komen niet terug. Oh, god. Jammer. Ik hou even mijn mond. Want het is toch nep. Het is toch nep. Ik moet beseffen dat het nep is. Oh, god. Doei. Ik wil gewoon achter de kinderen aan. Open de deur. Kijk, dat bedoel ik maar. Het is allemaal weer nep. Oh. Oh, kijk nou. Wat zit hier schattig in de kast? I like that. It's pretty. Het is mooie muziek. My dad gave it to me, so I wouldn't have to hear the things out there. Oh. As long as I stay in my fortress, I'm safe. It keeps all the bad stuff out. I put pillows and blankets against the wall. Looks pretty sturdy. I bet it's kept you nice and safe for a long time. That's good. Ik wil even dat hij ik hem blij maak. Because of them. Ja, maar je mot die weg. Out there are.
Wendigo. Nee, dat zijn andere dingen, schat. Grandma die hebben we gezien in... Until Dawn. That's oh what my happens god. When someone eats another person. Oh? I hadn't heard that one before. Do they scare you too? Oh, nee, joh. They make lots of noise. Even at night. Getting scared is normal. Really? Ja, want ik ben ook bang voor ze. Sometimes. But my dad's not scared of them. Je dad is dood. I've been waiting for him. Sorry. Oh, hij weet Where het nog niet. Where is he? Why didn't he come get me yet? Where is my dad? I'm so sorry, Alex. Something terrible happened. Oh. A bad man came and hurt your dad. What? He shot him. Oh, maar dat wil ik niet zeggen. I don't believe you. I want to see him. Ik hou hem even vast. Oh. Did my dad become one of them? No. It's what happens, right? No, your dad didn't become one of them. He's still your dad. It's not fair. Alex, you need to be strong, okay? Sterk zijn, kind. I can't. Jawel, kom op, je kent het hoor. Oh nee, oh, oké. Oké, ik moet door. Kind, ik moet een wapen zoeken. Weet je nog een wapen te vinden of zo? Maak me even muziek. Zo, deur dicht, huppakee. Zoeken. Jongens, ik moet Paige nog een wapen geven. Waar is die Paige? Oh, god, jeetje, ik schrok me echt de ballen. Oh mijn god. Oh mijn god, ik schrok me echt de ballen. Oh my god. Ik geef die ammo. Ik geef die ammo, je weet het. Oh, hey, I didn't hear you come in. Nee, ik schrok ook net. Hier, wat ammo's. Ammo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doe het maar in je zakje, meid. Nou, talk to Sam downstairs, oké. Okay. Maar ik moet zelf ook dingen hebben, jongens. Ik heb zelf geen wapen, hè. Ik heb geen wapen. Ik ga niet weer naar dat kind. Kan ik hier wel even naar binnen? Ja, ik kan hier wel even naar binnen. Ik ga niet weer met dat kind praten. Dat kind moet wel mee, though. Hij moet mee. Hij gaat hier zitten. En zijn me kwijt. Kijk, weet je, ik zeg dat nu alvast tegen mezelf. Ik ga hem vergeten. En dan zitten ze van... Oh nee, dat kind. Maar weet je, hij zegt... Ik voel me daar goed. Dus weet je, misschien... Komt het helemaal goed met dat kind? Ik heb geen idee. Oké. Sam, kom hier. Hey, I'm looking for Alex. Have you seen him? I wanted to be there when I say a few words for Dad. Even if I couldn't bury him. He wasn't at Mom's funeral. He should be there for us. He's hiding in his closet. Thanks. I'll go get him. Maar ik moest... I wish he didn't have to Maar ik moest praten tegen de bitch. Nee, kom hier, Matt. Ik moet tegen je praten. Nou, let op. Welke talkie komt nu? Of niet? Oh, jongens, ik doe het echt in mijn broek. God, non nu. Oké. Maar jongens, we gaan hier de aflevering weer eindigen voor vandaag. Oh my god, ik vond het zo spannend. Maar in de volgende aflevering... Ik denk dat Norma dan komt. Dus holy shit. Dit was wel een beetje een... Ja, wel een leuke aflevering, hoop ik. Maar volgende keer, jongens, is het echt bam, 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 bam. Dus hopelijk ben je er dan ook bij. Hier op Alles Games met deze serie. Dit vind ik leuk. En ja, soms weet ik gewoon niet te zeggen wat ik wil zeggen. Maar dan heb ik het in mijn hoofd wat ik wil zeggen. En dan zeg ik het niet. Oké, ik ben een beetje raar. Oké, jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. Als je dit een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog op deze video. En als je het niet leuk vond, doe het eventjes nog steeds. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer hier op Alles Games met een nieuwe video. Bedankt dan voor het kijken en bye bye.